Een van de leuke dingen van een reis naar Amerika is dat je de auto's tegenkomt die we in Europa nog niet eens hebben. Bijvoorbeeld de gefacelifte Camaro. En dat is natuurlijk helemaal leuk. En dan ook niet zomaar een Camaro. Nee, ook nog eens een versie die wij in Europa überhaupt niet krijgen. De ZL1. Dat betekent dat er onder die venijnige kap een 6,2 liter V8 zit met een hele grote supercharger erop. Het resultaat? 587 pk maar liefst. En dan ook nog eens met een open dak. Wat wil je nog meer? Eén ding waar je in ieder geval niet om kan wensen is meer vermogen. Afgezien van die 587 pk heb je namelijk ook nog eens een keertje 754 Nm koppel. En omdat het een supercharger motor is, heb je dat ook vrijwel vanaf stationair toerental. Het is echt, je geeft gas en hop! En dat blijft maar gaan en gaan en gaan. Hij draait 6.000 toeren per minuut, dat is relatief weinig, maar meer heb je ook gewoon niet nodig. Die versnelling is zo lineair en zo gewelddadig, ja, dat maakt het wel een hele sensationele machine. In dit geval zit hij gekoppeld aan een automatische transmissie met 6 verzetten. Kun je ook met de hand schakelen. Niet de snelste transmissie die we kennen, maar hij luistert wel netjes naar de flippers, houdt ook zijn versnelling vast. Dus ja, het is geen slechte automaat, het kan beter. Maar voor liefhebbers van handwerk, hij is er ook met een handgeschakelde zesbak. Nou zou je je kunnen afvragen, is dat wel zo'n goed idee? Zo'n dikke motor in een cabriolet. Klinkt toch een beetje als een badkuip met een kernreactor aan boord. Maar het valt heel erg mee, want Chevrolet heeft vanaf het begin af aan rekening gehouden met de komst van een cabriolet. Dus het chassis zit van zichzelf al redelijk vol met verstevigingsbalken. En dan hebben ze voor deze ZL1 nog wat extra erbovenop gedaan. Dat heeft tot gevolg dat hij redelijk zwaar is. Hij gaat met de automaat over de 2000 kilo heen. Maar voor een cabriolet met zoveel vermogen gaat hij niet onverdienstelijk de hoek om, hoor. Je hebt flink brede banden, 305 achter, dus er zit ook aardig wat contactvlak met het wegdek. Maar hij houdt mooiste lijn, pas als je echt gaat aandringen dan wil die achterzijde uiteraard omkomen. Maar het valt mee, besturing ook redelijk oké. En dit is de echte grap, hij kost hier in Amerika maar $62.000. Ja, en dat is natuurlijk niet veel geld voor een auto die zoveel kan. En eigenlijk alleen op slecht wegdek verraadt dat het een cabriolet is. De kans dat de Camaro ZL1 ooit naar Nederland komt is buitengewoon klein. Door zijn desastreuze verbruik en ons belastingstelsel zou je in Nederland al meer belasting betalen dan het kost om een leuk aangeleden S-klas aan te schaffen. Alleen ergens is dat wel jammer, want hier voor $62.000 heb je een auto waar je eigenlijk niks aan hebt, maar waar je wel alles mee kan. Dus als je er hier mee rijdt, dan snap je wel een beetje dat Amerikanen van mening zijn dat hun land the greatest country in the world is. Kost ook maar, en let op, nu komt het, $62.000. Dollar. Heel goed, Marco. Andere munt heeft net. Doen we nog een keer.